opening. Boom, boom, wow. Zeker $7.50 aan worth of pack openings. Oh my god, zal ik een legendary krijgen? Oh, we gaan het zien. Oh, zo hype nu. Wauw, welkom terug bij een nieuwe video van Dutch Gameplay Tom HD. Dagelijks. Goedemorgen, nieuwe dag, een nieuwe vlog. En we beginnen vandaag gewoon ouderwets op de hotelkamer. Want er moet ook gewoon keihard gewerkt worden. Want al die previews die hebben toch 600 tot 1200 woorden. Die moet je typen. En Tom gaat vandaag de vorige vlog editen. En we gaan nog een koffieshow opnemen. En de POV moet nog editen. Dus we zijn nog wel een paar uurtjes bezig. Maar later in de middag gaan we ofwel naar Santa Monica Beach. Ofwel naar Universal City. En Universal City is de soort zoals bij Disney zit daarvoor. Ook een soort village, Disney Village. Waar je dingen kan kopen. En we willen dingen kopen. Maar ik wilde even laten zien hoe vet. Vet. Hoe komt ie, hè? En dat hoor je hier echt de hele dag. Oké, hij reed heel langzaam en je weet het, als ambulances langzaam rijden, dan is er hommeles met degene die erin zit. Maar ik wilde even laten zien hoe onwijs chaos het nu al is op de kamer. Chaos. Ja, er is een ramp gebeurd. Ja, zo lijkt het wel een beetje. Het is overal troep. Nee, ik bedoel op het toilet. Op het toilet, wat dan? Moet ik... Nee, blijf daar. Biohazard hier. De E3 is voorbij, maar ja, we moeten alsnog hard werken en dat betekent ook dat je hard moet lunchen. Dus we zijn naar een hele gezonde plek teruggegaan, dat is wel deze plek. Met deze. Ik heb de Rocky... Ja, het kan ook als lunch. Er komen geen hamburgers aan, maar sandwiches. Jij hebt weer een banana nut milkshake. Only way to go. Ja, jij hebt echt van mij overgenomen, hè? Ja, maar haal hem eerst. Ja, ik had hem als eerst, ik heb hem ontdekt. En ik ben voor de Rocky Road gegaan, dus dat is chocola, ijs, marshmallows en amandelen. Lekker! Ben je mij aan het filmen? Ja. Nou, ze hebben hier een heel mooi bordje zo. Ja, back to the future. En dat is ook zo, want als we nu door deze deur lopen... Dan stopt de 50s muziek. Oh, stopt de 50s muziek. Oh, drive-by shooting. Oh, zwervers. Ja, nou prima. SUV's. Ook oh, cool. 50s diner, echt fantastisch. Mocht je ooit nog naar LA gaan, tip van GamersNet, pro tip, lifehack, ga gewoon langs bij Café 50s. En hij zit dus aan Route 66, of net niet, een zijwerkje van Route 66. Want ons hotel zit echt ook naast Route 66. Dus mocht je die trip ooit gaan maken, dan kun je dus gewoon hier in Café 50s je burgertje eten en dan ook toch nog even aan ons denken. Alsof we dan dood zijn trouwens. Ja, ja. Remember us. Bam. Remember us. Ja. Dude. Wat als de schoonmaker binnenkomt en die ziet die camera daar, naast ons bed. Je hebt een complete ravage, van wat drank en wat drugs overal. Ja, we zetten wel echt meteen weer een fijne example van ja. Nederlanders. Those weird Europeans and the weird sex stuff. Zo awesome. Dutchies, maar u komt van Amsterdam, hoor. Ah. Het is echt pas 7 uur s'avonds en we zijn nu pas in Universal... De Universal Walk of City Walk heet dat? Gewoon Universal City. Universal City, dat is de, zeg maar, de Disney, je hebt zo'n voordorp. Disney Village, weet je dat? Disney Village waar je shit kan kopen. Davy Crockett Hotel zit hier ook. Ja, en dat is dit van Universal Studios. Dus, maar we zijn nu pas, het is 7 uur, dus we moeten eigenlijk al bijna gaan eten. Alleen ik heb eigenlijk nog niet zo'n trek. Nee, kan wel wachten. Ja, vanwege die lunch die we hadden. Echt hè? Maar we gaan nu fucking vette shit kopen. Tenminste, ik heb daar heel veel zin in. Ja, wil je zelf ook iets van Universal City? Geef het even door, want we zijn er nu toch. Ja. Dus je mag in de reacties mag je het zeggen. Oh, en trouwens, we zijn hier later omdat alles fout ging. Dus ook de POV is dus mislukt. Dat is gewoon, de GoPro heeft gewoon de stand gepakt en zei nee. 2 uur lang proberen te oncomprimeren. Lukte niet. Dus bij deze, sorry jongens, POV is hem niet geworden. Jammer. En dat koffieshow is het wel geworden. Dus die kun je checken. Is je van het geworden. Dat is wel vet. Ja. Oh, daar hebben ze een Tony Rama's. Vet. Oh. Dat is lekker vlees. Nice. En een Johnny Rockets. Dat zijn lekkere hamburgers. Dit is echt een hele goede keten.
Als je nou zegt van nee, Big Mac is goed genoeg, dan nee, dat is, ja, heb je niet een Johnny Walker. Big Mac is eigenlijk wel goed genoeg, maar alle andere burgers niet. Ja. Oké, okay, laatste keer dat ik hier was, was alweer 3 jaar geleden. De laatste keer dat Peter hier was, was dus gewoon vorige week. Nee, vorig jaar. Maar dit was vroeger een GameStop waar we nou voor staan. Het is een hele andere winkel geworden. Fallout Monopoly. Fallout Monopoly, fuck yeah. Maar ook hier, check ook even gewoon sowieso die enorme Batman. Echt the fuck. Ook alle Minecraft Lego. Holy shit, we gaan bouwen denk ik. Zeg gewoon van even zijn van gamers. Zeg ze, oh hier, ja, jullie zijn zulke grote Minecraft fans. Hele grote Minecraft YouTubers. Krijgen jullie allemaal brand. Holy shit. Cthulhu Monopoly, ik deed dit wel hoor. Iron Man Yahtzee, want logica. Oh, die Game of Thrones figurines. What the fuck man? Kijk die shit. Ik wil naar binnen. Oh shit man, kijk op die Iron Man die daar staat. Fuck, oké, okay, we gaan gewoon naar binnen. Schijt, dit is echt, dit is, ik vind het nou wel beter. Oh my god, BB-8 hebben ze hier ook nog. Oh my god. Dudes, hoe vet is dit gewoon? Check gewoon de Peabody's van Portal, weet je, de co-op Peabody's. Oh my god. $400. Wie helpt mij inleggen, jongens? Ik heb het nodig. Zijn hier zoveel vette dingen net? Tommy, was een beetje. Laatst moest ik een keer een 3D-scan maken voor mijn lichaam. En ik wist niet waar ze het voor gebruikt hebben. En nu weet ik het wel. Nice. Dat is wel fijn dat je toch dat er toch wordt gebruikt. Dus we zijn uiteindelijk gesetteld voor de Johnny Rockets. Met sowieso echt dikke prijs voor vetste bier. Zoals ooit kijken, het is een voetbal. Maar dan een. American football. Dus een rugbybal. Wat is het? Een rugbybal. Een rugbybal. Of een rugby. Nee. Hoe noem je die dingen? Het is niet echt een bal, hè? Nee, voetbal toch? Ja, American football. Ja. Ja, nou ja, dat is het. Nou ja, cheers. Het is een sportbal. Je moet dan zo je handen ertussen houden. Tussen die veters en dan kun je hem gooien. Oh. Jij hebt die inside knowledge. Maar goed, we zijn terug met de hamburgers straks. Be right back. Eet weer een burger, weet je, fuck it. Weet je, wij, Tom en ik praten ook wel eens met elkaar en zeggen, kunnen we dit wel maken? En eigenlijk is het antwoord altijd nee. Maar fuck it, we zijn in de VS of waar. Je moet hier fucking burgers eten, want ze zijn hier onwijs lekker. En ik weet, de Hollandse hipster burgertenten doen het goed, dus ze komen nog niet in de buurt bij dit. Ga de love merken. Ik denk dat we gewoon voortaan foodvlogs gaan doen. Gewoon, ik denk dat we foodnet.nl gewoon opstarten. Gaan we gewoon alleen maar vloggen hoe we eten. Pak lekker. Oké, okay, ik kan nooit een hot topic ingaan en allerlei dingen van Adventure Time zien en het niet meenemen. Het is zo'n mystery figure, dus ik weet niet wat er in zit. Maar ik ben er helemaal voorstander van dat ik zag wat er allemaal in kan zitten. En voor de Adventure Time kenners, dit is allemaal awesome. Dus we gaan gewoon ontdekken. Back opening, wow. Zeker. $7.50 aan worth of pack openings. Oh my god, zal ik een legendary krijgen? Oh, we gaan het zien. Oh, zo hype nu. Wauw, welkom terug bij een nieuwe video van Dutch Gameplay Tom HD. Dagelijks. Turn. Dit is helemaal niks. Het is een propje. Nee, dit is volgens mij de houder. Kijk, die zet je dan zo neer. En dan kun je hetgeen wat erin zit erop klikken. En het is, oh my god, na. Het is Bimo! Who wants to play video games? Dat is wel leuk voor E3 ook. Ja, want ik... Kijk hoe lief! Oh my god! Dat is wel een liefie! Ik hou van Bimo, Bimo is echt fantastisch, ik zweer. Dat is wel een van de leukere dingen die ik eruit had kunnen halen. Het was trouwens allemaal fantastisch geweest, maar jee, Bimo! Like deze video voor meer pack openings. Zo slecht. Nou jongens, waar zijn we? Geen idee, het is de Bielman's Pub. Bielman's Pub. Midden in Los Angeles. Ja. Even een drankje doen met de mannen. Met de mannen van XGN, PSXGN's. Gaan we namen noemen of gaan we dit allemaal uitbliepen? Nee, maar is allemaal leuk. Nee, ja, dat mag. Een groot feest. Nee, dat kan. Eén groot feest. Ja. Enzo Bol. Enzo Bol. Nice. Douwdruppeltjes van me. Hey, leuke douwdruppeltjes. Welkom. Geef alvast even een like. Ja. 1000 likes is naakt. Ja. 1000 likes is Tom ontvoeren. 2000 likes is Tom op terughalen. En in tegenstelling tot alle andere YouTubers zijn wij letterlijk in de hoed. Nou, ja. Nee, echt letterlijk. We zijn in de hoedje. This is how I roll. Can I trust in you to take me home?
This is how.